Beste kijkers, ik neem u mee op 17 april rond de klok van 16:45 naar de realtime dagkaart van de AEX om vast te stellen hoe we de vrijdag afsluiten en meteen ook rechts op de grafiek hoe we week 16 de boeken in zien gaan. Laat ik links beginnen op de dagkaart. Het was een verrassende opening moet ik zeggen. De bewegingen omlaag waren al ingezet in de afgelopen paar dagen en vrijdagochtend, hedenochtend kwamen de bulls sterk terug met een openingsset zo rond 509 tot 510. Toch wat spartelingen richting 5.11, 5.12, 5.13, maar gedurende de dag toch weer wat afkoeling en naar alle waarschijnlijkheid vandaag ook een zwarte candle, waarbij de swingteller een tandje lager noteert op min 3 en dat betekent dat we wel degelijk nog in dat topvormingsproces zitten, maar wel met een wat zijwaarts karakter en dat komt omdat aan de bovenkant de 5.13.54 rode streep ligt en onderin het veld op dit moment op 4.89 en een klein beetje het eerste groene streepje ligt. Dus een wat zijwaarts gekronkel, je zou het een correctie in tijd kunnen noemen en niet zozeer een correctie in prijs. En dat betekent dat de echt super scherpe randjes van de beer, van het berenveld wat verdwijnen, wat vervagen. Maar laat u niet verrassen en laat ook niet te vroeg juichen, want met deze voortgang kan het zo zijn dat we nog wat onderuit gaan, opnieuw druk gaan zetten op 4,89 om vervolgens in de Fibo-grid rond 4,66 tot 4,36 echt solide te gaan bodemen. Dat twijfelachtige gedoe, oftewel alleen maar het wegschuren van de scherpe randjes, vinden we ook terug op de weekgrafiek aan de rechterkant. Wel, naar alle waarschijnlijkheid gaan we afsluiten met een zwarte weekcandle en blijven we weer plakken ergens in de buurt van die 50% Fibo-lijn rond 5,9, 5,10, 5,11. Hier de swingteller nog wel in een correctiestand, dus dit zou betekenen, maar dan moet komende week toch met een witte candle van start gegaan worden, wit boven 4,13,50, om op de weekgrafiek de rebound een vervolg te kunnen geven naar 4,38 en hoger. Kortom, plusjes en minnetjes bij elkaar. Het wordt spannend. Gaan de bulls echt de zaak verliezen en nemen de beren definitief het heft in handen? Dat moet komende week blijken. Of gaan de bulls ons verrassen met toch wat speldenprikjes boven 5,13, 5,14 om dan op te stomen naar 5,30. U ziet, er zijn meerdere opties mogelijk en dat betekent dicht bij huis blijven, posities bescheiden houden en van dag tot dag bekijken wat er gaat gebeuren, strak navigeren. Ik wens u een plezierig weekend.